Ik ben heel vereerd om hier vanavond te zijn. En ik heb net al even de rondleiding hier gehad. Het is prachtig. En ik begin even met al die feiten. Nou, ik zeg, het voelt heel goed. We hebben echt plezier om het hebben gehad om het in te richten. En we hebben een fantastische opening gehad. Met een wethouder die ons toesprak. Dat was Monique van Zane Altena. En ik heb nog wat laten zien vanuit wat ik heb gemaakt voor haar. En Floortje is ook helemaal blij. Die was zo nerveus. Ja. En die is... Heel erg. Maar ik denk dat we allebei zeer tevreden zijn. Ik ben een jaar geleden ben ik eigenlijk geïntroduceerd door Rob Koeners. Ja, in zijn atelier aan de Herengracht. En toen ben ik begonnen met een kleine collectie. Want ik ben eigenlijk al 9 jaar bezig met de fotocollages die ik maak. Maar ze waren lang niet zo mooi in het begin als deze. Want ik moest natuurlijk het programma leren voor je Photoshop. En ook de foto, je collages leren knippen. En je hebt zoveel opties ook. En dat is met vallen en opstaan. En de ene gooi je dan, die je dan weer weg. Je bent echt kritisch op jezelf. Je bent heel kritisch. En nu zei Rob, nou, Floortje, ik snap niet waarom jij je werk niet laat zien. Ik zei, ja, maar ik ben niet zo'n type die dat eigenlijk wil doen, zei ik. En nou, je doet toch maar. En dus toen zei hij, nou, je kom maar bij mij. Ja. Want dan voel je misschien wat meer op je gemak. En dat was ook wel zo. Van de dingen die ik mee bezig ben, is het krastekenen. En dat verkondig ik ook aan iedereen, om dat ook te gaan doen. En waarom dat is, is om weer om vanuit je begin te leren tekenen. En ik maak vaak voorstellingen in mijn ruimte. Omdat ik dan ruimtegebrek heb, moet ik stapelingen maken. En dan zie je hier een aantal stapelingen die ontstaan zijn in de ruimte. Je zoekt altijd ook die inspiratie uit de talen. Dus uit de taal. Dus met bewoording. Ja, dat vind ik leuk. Het spelen met taal is het eigenlijk. Hè? Ja. Soms kan ik een woord opschrijven, maar dan kan ik hem ook gaan verbasteren of uit elkaar gaan schroeven en weer in een andere manier in elkaar passen. En als ik daar dan mee bezig ben, kan er een tekst ontstaan. Dan schrijf ik een tekstje, maar er zijn ook tegelijkertijd, wanneer ik bezig ben, zijn er ook geluiden van buiten om me heen. En of als de radio opstaat. En dan ga ik ook opletten van wat hoor ik om me heen. En dan kan ik bijvoorbeeld iemand iets horen zeggen buiten. En dan denk ik, oh, dat kan ik passen in de tekst van de taal. Ja. En dan wordt dan zo'n tekst opgebouwd. En ik vind dat ze samen ook heel erg grappig zijn. En ze zijn volgens mij samen ook erg leuk om... elkaar heel erg te stimuleren. Dat vind ik zo leuk aan ze. Dus dat heeft verder niet zo heel veel met mij te maken. Maar je werd wel vernoemd in de speech als stimulans eigenlijk achter het geheel. Goed. Ja. Ik heb mijn atelier open gedaan voor haar. En toen zou ik dit jaar, wat ik zei van tegen Dennis en Floortje, van nou gaan jullie dan exposeren in de pop-up galerie. En dat kon niet, want dat was al bezet voor de mensen die er nu zitten. Dus... konden ze ook niet meedoen met de atelierroute jaarlijks. En dat is wel jammer voor ze. Maar ja goed, hier is een expositie nu. Dus ik zou tegen alle mensen zeggen, ga er vooral heen. Want Dennis is zelf aanwezig, geloof ik, vanaf 3 uur 's middags. En het is hier elke dag open. En volgens mij ook de zaterdag van de atelierroute. Maar dat weet ik niet zeker.